In deze videopodcast wil ik het hebben over de rechtsplegingsvergoeding. Wat is een rechtsplegingsvergoeding? Hoeveel bedraagt een rechtsplegingsvergoeding? Wat zijn de voorwaarden voor het bekomen van rechtsplegingsvergoeding? Is er een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in hoger beroep? En is er een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in strafzaken? De definitie van de rechtsplegingsvergoeding is terug te vinden in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek. De rechtsplegingsvergoeding, of afgekort RPV, is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en eerlonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij. De rechtsplegingsvergoeding is dus bedoeld als een tegemoetkoming in die kosten en eerlonen van een advocaat. De rechtsplegingsvergoeding dekt evenwel niet alle kosten en eerloon. Of u dus een duur advocaat neemt of een minder duur advocaat, maakt ter zake niets uit. De rechter zal in de uitspraak de verliezende partij veroordelen tot betaling van een vergoeding voor de advocatenkosten van de winnende partij van de procedure. Hoeveel bedraagt de rechtsplegingsvergoeding? De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bedrag dat wordt bepaald in functie van de waarde van de vordering. De tarieven van de rechtsplegingsvergoeding vindt u terug in het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 dat verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2007. Er wordt telkens een basisbedrag bepaald, een minimumbedrag en een maximumbedrag. De basis, minimum en maximumbedragen zijn onderworpen aan een indexeringsmechanisme. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen in geld waardeerbare vorderingen en niet in geld waardeerbare vorderingen. Het koninklijk besluit verdeelt de waarde van in geld waardeerbare vorderingen in een aantal schijven. Voor elke schijf wordt een basisbedrag bepaald, een minimumbedrag en een maximumbedrag. Hoe groter de waarde van de vordering, hoe groter in principe de rechtsplegingsvergoeding. De rechter kent in de regel het basisbedrag toe, maar heeft de mogelijkheid om op verzoek van een partij van dit bedrag af te wijken, zonder evenwel het bijbehorende minimum- of maximumbedrag te mogen overschrijden. Voor vorderingen die niet in geld waardeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de verbreking van een contract, wordt een vast bedrag voorzien. De rechter kan de rechtsplegingsvergoeding soms aanpassen in functie van wel bepaalde omstandigheden. Dat zijn de complexiteit van de zaak, de financiële draagkracht van de verliezende partij, wanneer er contractuele schadebedangen in het voordeel van de in gelijkgestelde partij zijn toegekend en het kennelijk onredelijke karakter van de situatie. De rechter kan in deze gevallen de rechtsplegingsvergoeding verminderen of vermeerderen op voorwaarde dat een van de procespartijen het hem vragen en voor zover de rechter binnen de grenzen blijft van de maximum- en minimumbedragen die wettelijk zijn voorzien. Indien de in het ongelijkgestelde partij van de tweede lijns juridische bijstand geniet, dan wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de koning vastgestelde minimum, tenzij in geval van een kennelijk onredelijke situatie. Opdat u in aanmerking zou komen voor een rechtsplegingsvergoeding, moet u zich in de eerste plaats laten vertegenwoordigen door een advocaat. De rechtsplegingsvergoeding is immers tegemoetkoming in de kosten en eerlonen van een advocaat. Bijstand door een advocaat die is aangesteld in het kader van juridische tweedelijnsbijstand geeft ook aanleiding tot toekenning van een rechtsplegingsvergoeding. Indien u zich dus zelf verdedigt, dan kan u geen aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding. Een gerechtelijke mandataris, zoals een curator, een voogd ad hoc, een voorlopig bewindvoerder enzovoort, is dikwijls een advocaat. In dat geval is evenwel geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd. Een vertegenwoordiger van een vakorganisatie kan evenmin aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding. Naast de bijstand van een advocaat moet u ook de zaak winnen, of zoals de wet zegt, de rechter moet u ook in het gelijk stellen. Het is evenwel niet altijd duidelijk wie de zaak wint, omdat bijvoorbeeld twee vorderingen worden ingesteld.
In dat geval kan de rechter de rechtsplenningsvergoeding bijvoorbeeld verdelen tussen de partijen. Er zijn nog een hele reeks andere mogelijkheden die hier niet worden besproken. Is er een rechtsplenningsvergoeding verschuldigd in geval van hoger beroep? De behandeling van een geschil in graad van beroep geeft ook aanleiding tot een nieuwe rechtsplenningsvergoeding. Is er een rechtsplenningsvergoeding verschuldigd in strafzaken? Het systeem van de forfaitaire rechtsplenningsvergoeding van artikel 1022 gerechtelijk wetboek is ook van toepassing in strafzaken. De rechtspleging is verschuldigd in een welbepaald aantal gevallen. Kortweg gaat het over gevallen waarin sprake is van een burgerlijke partij, bijvoorbeeld bij een beslissing tot buitenvervolgingstelling door het onderzoeksrecht, althans wanneer het onderzoek werd ingeleid door de burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter. Bij een veroordeling door het vonnisgerecht van de beklaagde en desgevallend van diegene die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn. Bij een vonnis van het vonnisgerecht dat de burgerlijke partij in het ongelijk stelt, althans wanneer die burgerlijke partij zelf via rechtstreekse dagvaarding de strafvordering op gang had gebracht.